28 doeken, ruim 130 meter lang. IJsmeester Tony Lenderink ziet vanaf zijn Zamboni dat de zon de noordkant van de baan niet kan bereiken. Nou, ik zie dat weer. Normaal zitten we hier allemaal vol in de zon. Nou rijden we dus net van de zon in de schaduw. Om die doekenmuur dus hier geplaatst hebben. Om eerder ijs te krijgen, maar ook eventueel om langer ijs te houden. Normaal is hier allemaal zon. En als er s'nachts 2-3 graden gevroren heeft, dan is het 's morgens ijs en 's middags is het weer water. Dus we dachten van nou, wat kunnen we doen? Dat is schaduw creëren, zodat we de zon van de baan afhouden. Nou, dan zijn we met de werkgroep zijn we daar, ik denk nu wel een goed jaar mee aan het testen geweest, aan het experimenteren geweest. Van wat is nou een betrouwbare constructie? Wat is een constructie die we snel kunnen opbouwen, die we snel kunnen sluiten en openen? En uiteindelijk is dit uit de bus gekomen en we hebben er hoge verwachtingen van. Alleen in de bochten schijnt de zon nog op de baan. Maar ook daar hebben ze in Haaksbergen al een trucje voor bedacht. Al houden ze dat trucje nog geheim. Ja, zeker. De concurrentie niet wakker maken. Precies. Mensen nooit wijzer maken dan nodig is, zeggen we altijd. Nee, want de concurrentie om de eerste marathon op natuurreis te organiseren is moordend. Noord-Laren denkt bijvoorbeeld dit jaar te winnen door de baan met verf wit te maken. Dat houdt de kou langer vast, denken ze in Groningen. Maar in Haaksbergen lachen ze daar nu een beetje om. Hoe denkt u dat ze in Noord-Laren hier naar kijken? Ik denk ze willen met hele grote ogen willen kijken, denk ik. Want hebben ze nou weer in Haaksbergen geprakkezeerd. Je moet een beetje durven, hè. Ja, wij zijn er klaar voor. En als het gaat vriezen, dan zullen wij er alles aan doen om hier weer te kunnen schaatsen. En ook de marathon hier weer naartoe te halen. En met dit gigantische zonnedoek... Wordt Haaksbergen eerste? Nou, ik zeg daar ja op. Wij worden de eerste dit jaar. Ja.